Vijf stoere krijgers vechten tegen onrecht en kwade krachten. Ze staan voor echte waarden als edelmoedigheid, dapperheid en zuiverheid. Ze worden de legendariërs genoemd. Alleen, dit zijn ze niet. Dit zijn ze. En dat zijn geen grote, machtige, stoere krijgers, maar dat zijn kinderen. De Steen van Jovenia is het eerste deel in een nieuwe reeks De Legendariërs. En de eerste paar pagina's die laten even zien wat er vooraf gegaan is aan dit verhaal. Namelijk die stoere legendariërs zijn in gevecht met hun grote vijand Dark Hell. En in dat gevecht valt de Steen van Jovenia. Die breekt en die zorgt ervoor dat alle volwassenen weer kinderen worden. Dat vindt niemand leuk. En het gevolg is dat de legendaris daarvoor, die krijgen daar de schuld van. En die krijgen de haat van de hele bevolking over zich. En dat is zo erg dat ze uiteindelijk uit elkaar gaan en allemaal hun eigen weg gaan. En de meeste van hen gaan gewoon terug naar hun geboortestad. 2 jaar later gaat Danael, de een beetje zelfbenoemde leider van de legendaris, die gaat op pad om alle legendaris weer bij elkaar te brengen. Want hij heeft mogelijk een oplossing. Een manier om alles weer goed te maken en te zorgen dat de mensen dus weer volwassenen worden. Het is natuurlijk een hele tour om al die legendaris weer bij elkaar te krijgen. Want allemaal hebben ze hun eigen leven inmiddels. Ze zijn hun eigen dingen aan het doen. En hij moet soms heel wat moeite doen en heel wat praten om ze te overtuigen. Om zich toch weer bij hem aan te sluiten. Om weer de legendaris te worden. Tegen de verwachtingen in lukt het hem toch om alle leden bij elkaar te brengen. En samen ondernemen zij die reis naar een gevaarlijke plek. Want daar ligt de sleutel om alles weer ongedaan te maken. En terwijl zij daar op zoek zijn, komen zij daar een jongen tegen die in nood zit. Nou, zij gaan hem natuurlijk helpen. Dat wordt niet helemaal gewaardeerd, want die jongen dacht, ik had zelf ook wel kunnen winnen. Deze jongen heet Elicio, maar ze merken wel, er is iets met hem. En de grote vraag is natuurlijk even, wie is hij nou precies? De Legendariërs is een hele populaire reeks in Frankrijk, want daar loopt hij al sinds 2004. En dit jaar is daar het 19e deel alweer van gekomen. Sinds kort brengt Sylvester Strips deze reeks ook in het Nederlands uit. En ja, de hoop is natuurlijk dat deze reeks in Nederland ook zo populair gaat worden. Het is een reeks die gemaakt is door Patrick Sobral. Hij schrijft het verhaal en tekent alles. En ik moet zeggen, ik vind zijn tekenstijl heel erg leuk. Maar er was één ding wat me wel heel snel opviel voor een Franse tekenaar. De figuren zien er toch wel heel erg Japans manga-achtig uit. En nou blijkt dat dat helemaal niet zo'n verrassing is. Want één van zijn grote inspiraties is dit. Sylvester Strips brengt deze reeks in Nederland uit. 2 delen zijn al te krijgen in de stripwinkel. 3 andere delen gaan er nog komen. En van daaruit gaan ze natuurlijk kijken hoe de respons is. En hopelijk zetten ze deze reeks door. Ik moet wel zeggen, het is wel een reeks die zich op een jeugdiger publiek richt. Mijn zoon van 12 heeft hem gelezen en die vond hem ontzettend leuk. En die zei al meteen van, ik wil ook het volgende deel wel lezen. Dus dat is een goed teken dat deze wel een aansluiting vindt bij de doelgroep. Maar ik moet zeggen, ik heb er ook wel van genoten. Hoewel de humor in sommige gevallen natuurlijk wel een klein beetje meer aansluit op de belevingswereld van kinderen. Maar dat neemt verder niks weg. Iedereen die dit wil lezen, kan hem gewoon lezen. Daar zijn strips namelijk voor. Die zijn eigenlijk gewoon voor alle leeftijden. Dus als je denkt van dit lijkt me wat. Of ik ken iemand die dit wel heel mooi zal vinden. Hij ligt bij de stripwinkel. Voor een mooie prijs, €6,95. Een kwaliteitsstripalbum voor zo'n mooie prijs laat je natuurlijk gewoon niet liggen. Dus ga hem daar halen, ga hem lezen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat een comment onder deze video achter. En vertel mij, wat vind jij van de legendariërs? Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag bij een volgende video weer terug.